wel. Morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het zal vandaag een beetje een saai video worden, want onze Dinja hier heeft griep. Ja. Voor de verandering heerst er weer eens een pesje. En de halve klas is ziek volgens mij, hè? Ja, klopt. Ze heeft ook niet zo heel veel stemgeluid. Nee. Dus ik zal iets meer praten. Nou, ik zit even met licht te klooien. Nou heb ik nooit zoveel moeite met praten, dus ze komt best goed. Maar we willen toch een video hebben voor jullie. Want ja, ook ziek zijn hoort erbij in het leven van een vlogger. En er moet er toch een vlog online. Dus ja. Dat is een beetje irritant voor haar misschien, maar ja. We waren eigenlijk van plan om vandaag op te gaan nemen. Ja. Het is best nog aardig wat video's. Dus ik hoop dat we heel de week video's gewoon op kunnen nemen. Ik hoop eigenlijk gewoon dat je vanmiddag weer een beetje beter bent. Ja. Yeah. Maar voorlopig heeft ze koorts. Gisteren is ze wel naar school geweest en heeft ze met koorts op school gezeten. Toch? En Joep is hier altijd weer om te troosten. Dus wat gaan wij vandaag doen? Een beetje bank hangen. Ik zie er ook trouwens lekker wakker uit. Een beetje bank hangen, een beetje filmpjes kijken, een beetje hopen dat ze beter wordt. Zo even paracetamolletje innemen. Dan is ze misschien vanmiddag weer een klein beetje beter. Tenminste beter, dan voelt ze zich in ieder geval een beetje beter. Ze heeft in ieder geval flinke koorts, dus die hoeft koud. Ik ben sowieso voor vrijdag beter. Ja, want vrijdag gaan we uit eten omdat opa dan een jaar overleden is, hè? Ja. Dus dan gaan we met heel de familie lekker eten en herinneringen ophalen en noem maar op. Dus dat, ja hè, ben jij voor het kindje aan het zorgen? Die is wel heel lief van jou. Joep gaat altijd kunnen knuffelen als iemand verdrietig is of ziek of noem maar op. Dan komt hij er lekker zo bij liggen. Oh, zij is dan heel druk en is Joep ook altijd heel druk. Ja, maar als je niet lekker... Dan bijt hij mijn neus. Maar als je heel rustig bent en ziek en zo, dan is hij ook altijd heel... Ja, dan komt hij altijd bij je liggen. Of dan gaat hij helemaal onderlikken, alleen dat likje soms een beetje irritant. Dus ja, we zien wel of het een lange of een korte vlog wordt en wat de dag ons gaat brengen. En hopelijk dat ik je eigen straks een klein beetje, ietsje beter voel. Hè? Elke keer als jij die camera naar jezelf zet, kijk, zet hem eens naar jezelf. Zie je van mij zo de hele tijd dat wolletje zo daarboven. Heb je het nog koud? Ja, heel erg. Oké, nou gelukkig heb je je warme wandje aan en wel lekker onder de dekens. Ja, dat heb ik. Als je koorts hebt, heeft dat nooit echt heel veel nut. Dan kan je, of je nou midden in Hawaii staat en je hebt koorts, heb je het alsnog koud. Dat is waar. Nou, wij gaan even lekker de rijdende rechter kijken of zo. Inmiddels is het middag. Je zit naar jezelf te kijken. Ja, je moet de lens kijken, anders vind je kijken is dat niet leuk. Je moet ja, niet leuk klopt. Zijn. Nee, ja. Maar je bent nou ziek, dus nu mag het een beetje. Hè? Hoe voel jij je? Echt, hij ook nog niet gegeten. De hele dag al niet en het is al 2 uur bijna. En geen trek. Ik heb nog helemaal niks gegeten. Nee, ja. Alleen je mag niet mij aansteken, hè? Heb ik ook nog niet gedaan. Nee, ik had vannacht denk ik een beetje koorts. Maar dat gaat wel weer goed. Zou dit de saaiste vlog ever worden? Ja. Ik denk het ook. Ik denk ook de meest kortste vlog. Ja, nou ja, geef niks. Je bent helemaal warm. Ik heb het heel koud. Ja, ik heb het ook koud, maar jij bent zo lekker warm. Lekker een kachel. Dus we zitten hier gewoon lekker heel de dag alleen maar te... Oh nee, niet waar. We hebben een meester Frank Visserdag, ofwel de rijdende rechter vroeger. Want we hadden nog 5000 afleveringen die we terug moesten kijken. Dus we hangen op de bank en we kijken meester Frank Visser. Kijken jullie dat ook wel eens? Meester Frank Visser, de rijdende rechter... Dat is zo'n programma over mensen die hebben dan problemen over niks. Die hebben niks beters te doen in hun leven en moeten echt een hobby gaan doen. Echt, hè? Eigenlijk is dat best. Het is wel een onwijs leuk programma, alleen die mensen die maken allemaal ruzie over niks. En ik vind het altijd zo onzinnig om ruzie te maken over niks. Dus zo zonder voor je. Ja, er zit iemand te kijken. Ja. En die heeft er zelf mee meegedaan en loopt bij de neem om belachelijk te maken. Nee, ik maak het niet belachelijk, maar ik vind het gewoon zo. Het is zo zonde van je leven vaak waar die mensen allemaal ruzie hebben over. Net was er ruzie om een hek. Omdat die 10 centimeter gesmokkeld was. Ja. En er was een hele boze oma. Ja, dat was een soort killer granny. Die was echt leuk. Leuk vrouwtje, maar ze was wel heel boos.
Ze wou eigenlijk die mannen gaan slaan. Echt, hè? Ik vond het wel stoer van zo'n omaatje. Ik zie oma Martino niet gauw iemand in elkaar slaan of zo. Hoewel? Nee. Nee, het was meer zo'n oma hoor. Ach, omaatje. Ja, die was zo lief. Nou goed. Het is een beetje een rare maand deze maand ook. De video's zijn een beetje af en aan. Het voordeel als je ziek bent is dat je lekker op de bank de nieuwste video mag kijken van Stuk TV. Ik heb het zo koud, maar ik zweet helemaal. Ja, je hebt hartstikke kort. Dan moet je weer warm. Ja, sluiten we er gelijk maar de vlog af, hè? Want je gaat als Fabio terug zijn wel lekker naar bed. Dus mag jij hem zelf afsluiten? Bedankt voor het kijken in deze video. Ik wil even een blauw duimpje omhoog. Niet te abonneren.